nog 100 meter. Auto versneld, 50 meter nog. De start is gevallen, de paarden zijn onderweg en na de start wordt de leiding genomen door Evander J. Maar die gaat een aanval krijgen van Flower Girl Boko. Zo gaan de deelnemers de eerste bocht in en Evander J. die is in strijd verwikkeld met Flower Girl Boko om de koppositie. De vraag is even of Erwin Bot zo dadelijk over mag nemen of dat Evander J. misschien wel van hetzelfde kaliber is als zijn beroemde andere J'tjes. We gaan het zien en beleven en we gaan op weg naar de overkant van de baan. En Evander J. die gaat het veld van kop af bepalen. Galoppade in de achterhoede voor Fine Boko. Fine Boko maakt een galoppade en valt enkele plaatsen terug als we vooraan een verwoede strijd hebben om de beste positie. En het is daar dat Flower Girl Boko en Erwin Bot drie kwart lengte voorsprong hebben. Maar met de staart in de lucht probeert Evander J. het te voorkomen. Dat lukt niet. We gaan op weg naar de verre linkerbocht met Flower Girl Boko die na geweldige krachtsinspanning de leiding heeft overgenomen. Iets wat natuurlijk perfect in het straatje past van bijvoorbeeld een paard als Flits Harley of een Egon Lobel met Rick Ebbingen die vanuit de staart van het veld naar voren zullen moeten komen. Goed. Rechte lijn voor de tribune en we gaan de situatie met u doornemen. Het is aan kop van het veld paard nummer 6, Flower Girl Boko. De vraag is even straks in de laatste ronde. Wat heeft die krachtsexplosie met haar gedaan? Als dan zo dadelijk ook nog eens in het tweede spoor de aanval gaat komen van een opkomende Florida Transair. In de rug van Florida Transair trekt Flits Harley mee en Evander J. die kiest de kortste route. Daarachter is er dan het nummer 8 van Empoleon BR met aan de buitenzijde opkomen nu de 10 Aileen Newport. En dat is de ideale gangmaker voor paard nummer 9... En dat is Egon Lobel die daar in een zetel naar voren wordt gebracht als de paarden op gaan naar de overzijde van de baan. En dat doen ze voor de laatste maal. We komen in drie sporen naar voren met in het buitenste spoor Aileen Newport en Hugo Langeweg junior. Die gaat op jacht naar de koppositie van Flower Girl Boko. Maar ook Egon Lobel zit in dat derde spoor. En Flits Harley heeft absoluut zijn laatste woorden nog niet uitgesproken. Maar die moet even lekker warm draaien. En John de Leeuw die lijkt zo dadelijk wat te gaan ondernemen. We koers af op de laatste bocht en het is daar nog altijd aankop van het veld die Flower Girl Boko, tweede plaats erachter Florida Transair. U was daarvoor gewaarschuwd, Bas Krebas, een paard, heeft goed getraind. We gaan af op de laatste bocht. Flits Harley die komt vanuit achterveld naar voren. En dat geldt ook voor Egon Lobel. En we zijn inmiddels halverwege de laatste bocht. Met Flower Girl Boko die hier nog altijd het veld ter wil op legt. Flower Girl Boko brengt de deelnemers de laatste rechte lijn in. Florida Transair op de tweede plaats. Daarachter komt dan aan de buitenzijde zo te zien naar voren Egon Lobel. En we komen dan in de laatste rechte lijn. En het is Flower Girl Boko aan kop van het veld. Maar die gaat wel een serieuze aanval krijgen nu van het thans overnemende nummer 4, Florida Transair. Florida Transair op haar beurt krijgt een aanval van Egon Lobel. En Egon Lobel komt daar met grote stappen naar voren. En we gaan op weg naar de finish. Het is de 4 die het wint voor de 9. Dan de 10 en de 6. En dat is voorlopig. De winnaars zijn officieel Ferdinand en Bas had geen woord te veel gezegd. Hij wint hier in een formidabele 1.16.6. 1.16.6 en dat is een forse verbetering van zijn record van 1.18.8 naar 1.16.6. Dat zijn 2,2 secondes eraf. Je zei al, het paard is snel, maar misschien mist hij nog een beetje de handigheid in de koers. Hoe beviel die? Ja, top. Ging heel makkelijk om aan het bid binnen. Nee, zeer tevreden. Ik zei net tegen Rick door de finish, ik zeg maar deze rekje partij geven in de derby. Partij geven in de derby, maar dat wordt dan de Merrie derby, want het is een Merrie. Nee, open derby. Open derby, toe maar. Dat schept verwachtingen, Bas. Ja, ik heb zeer veel vertrouwen in deze Merrie. Maar het gaat erom, hij is nog niet zo goed in de hoeken. Dus Duin is al meer een probleem zijn dan hier. Ik heb nog een paar weken, dus ik ga ervan uit dat het goed komt. Dat is mooi. Dan gaan we je zo weer herenigen met de Florida Transair, die hier haar eerste zege boekt. Park liep de laatste keer in Groningen. Maar goed, nu liet ze zien een recordverbetering met meer dan 2 seconden. Dat u eind augustus moet er opgelet worden dus in de derby. 23 augustus op de renbaan Duindicht. Dan kunt u wellicht Bas Krebas achter deze Florida Transair zien. Ook natuurlijk succes voor de fokkers, de familie Redder. Die hebben deze Florida Transair hebben gefokt. Een driejarige merrie van Muscles Yankee uit Kieraton, Hannover. Inmiddels eigendom van Nettle Racing. Getraind en gereden door Bas Krebas. En die winnen hier de Prix Hans Zinnige, onderdeel van de Main Wise Ass Challenge. En Hans heeft al bij de foto gestaan en inmiddels stapt Bas weer op. En gaat hij mooi draaien. En dan gaan wij een groot applaus laten horen. Want Florida Transair is wellicht een klassiek succes dit jaar
En dat heeft u hier toch maar gezien. Wint hier de allereerste koers. Dames en heren, groot applaus.